Goedemorgen deze morgen. Die intro heb ik normaal gesproken niet, maar leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben nu op stal, zoals je ziet, en ik ben onderweg naar de bak om te kijken hoe de bak is om te rijden. En dat is eigenlijk meer een modderbad dan een normale bak, dus dat wordt een rondje polder. Ik heb al een keer eerder een rondje polder gedaan met Uraya en mijn moeder. Dat was de eerste keer, want normaal gesproken dan rij ik niet in mijn eentje in de polder. Dan rij ik altijd met andere paarden. Dus dat was de eerste keer dat ik samen met mijn moeder en Uraya dan de polder in ging. Toen hebben we een klein rondje gedaan. Nu gaan we een grote rondje doen. En ja, zijn we weer alleen. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik hoop dat jullie heel veel zin hebben in deze video. Als het zo is, doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Ik zal nog even gauw de bak laten zien. Ik hoop niet dat jullie veel last hebben van de wind. En het heeft gisteravond echt heel hard geregend en gestormd. Dus ja, eigenlijk wel vrij logisch dat dit gebeurde. Dus ik had ook wel een beetje verwacht dat we vandaag een rondje in de polder gingen. Hij zit daar verstopt, achter het Friese paard. Hey er! Kom je? Oh, en mijn moeder is ook weer mee. En die is druk bezig om een rij schoon te maken. Nou, gaat het goed? Ja. Oké, okay. Oh, ja. Mooi weer. Ja, het is mooi weer. Het zonnetje schijnt lekker. En ik had weer iets gekregen van Roses Rope Products. Zij maakt hele mooie touwhalsters en ze heeft nu een nieuw product. En dat is dit. En je zal denken, wat is dit? Maar dit doe je aan de achterkant van je zadel. En dan heb je een vet mooie zadelversiering. En ik mocht zelf de kleur kiezen. En toen heb ik gekozen voor babyblauw, want dat past mooi bij dit dekje en bij Uraya's beenbeschermers. Dus ik ga deze nu eventjes vastmaken. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Nou, ik heb het vastgemaakt en het ziet er zo uit. En ja, het ziet er echt super mooi uit. Het staat echt heel leuk. En dit zit op een bepaalde manier vast. Kijk, ik weet niet of jullie het zien, maar het zit vast achter die single stoten. En dan met een clipje en dan zo eromheen. Nou, heb je zadel een upgrade gehad. Leuk hè, Poep? Nou, we zijn er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor, Ur? Hij staat heel lief te wachten. We gaan, ik ga op Uraya. Mijn moeder gaat op de fiets. Fiets. Het verschil moet er zijn. Het verschil moet er zijn. En dan gaan we beginnen. Yay! Een hele mooie fiets. Met een fietsmand. Oh ja, het is niet mijn moeders fiets. Oh wacht, we laten Uraya daar helemaal alleen achter. Doei er, we gaan zonder jou buitenrit. Of hebben we hem wel nodig? Mee. Nou, dat is leuk. Jongens, zijn outfit is helemaal onfliek. Ik niet, want ik heb een donkerblauwe jas. Mijn jas voor school. Daar is de zadelrandje. Bijpassend dekje en bijpassende beenbeschermers. Uraya, jij bent helemaal compleet. Mam, ga jij erop? Huh? Ga jij erop? Ja. Oké. Okay. Ik vind het leuk om deze buitenrit eventjes wat meer toe te lichten en wat leuke dingen en grappige dingetjes te vertellen. Nou ja, hier stapten we dus op. Hartstikke leuk. En mijn moeder op de stalen ros, namelijk de fiets. Oh ja, en ik was vergeten om mijn beugels te doen, dus ik deed nog even gauw mijn beugels. Hallo! Altijd heel leuk om naar jullie te zwaaien in de spiegel. En we zijn in de polder en Uraya mag eindelijk draven. En we draven dit keer op het asfalt, normaal gesproken altijd in de berm. Maar zoals je ziet is het heel erg drassig in de berm en modderig, dus gaan we nu eventjes op het asfalt. En het was nog heel grappig, want kijk, je ziet hier dat hek. En in de vorige video met de buitenrit, toen schrok Uraya van het hek. En nu ging hij er gewoon normaal langs. Het is echt zo raar, Uraya heeft echt van die hele gekke trekjes. Nou, er kwam een auto aan. Dat vindt Uraya niet zo heel erg spannend, gelukkig. En nu gaan we het spoor over. En het spoor is bij Uraya altijd wel eventjes een dingetje. Dat is altijd best wel spannend, want hij vindt het altijd wel eng. Maar ja, aan het eind van de video heb ik dat nog wat beter toegelicht. Maar nu fietst mijn moeder vooruit om te kijken of er geen treinen aankomen. En ondertussen hou ik het tempo er een beetje in, niet draven. En gaat hij heel gemakkelijk over het spoor, wat ik niet had verwacht. Dus ik was ook heel erg blij en had hem ook uitgebreid beloond. En nu draven we wel in de bedden, want hier konden we wel draven. En Uraya is super blij, want zijn oren staan naar voren. En hij staat achter elkaar te doen. Oh, en hier zijn we bij de boer beland. En daar is altijd een blaffende hond, dus ik kan Uraya van schrikken. En containers. Uraya heeft echt een containerangst. Maar op een of andere manier is hij over die angst heen gekomen. En loopt hij nu gewoon langs alle containers heen. Het is echt bizar. Nou, hier gingen we draven. Maar dat zie je zelf ook wel. En oh ja, trouwens, mijn cap dingen zat niet zo heel erg goed vast. Want daardoor schudt het beeld ook heel erg. Want normaal gesproken schudt het niet zo. Maar ja, ik had het dus niet zo super goed vast gedaan. Het was een beetje stupid.
En nu komen we aan bij het volgende spoor. En ja, je ziet vanzelf wel hoe dat gaat. Nou, het ging gelukkig ruim goed, maar je hoorde de spoorbomen al naar beneden gaan, dus daar schrok ik wel eventjes van. Maar aan het eind van de video leg ik dit eventjes wat beter uit. En ja, nu kwamen we aan bij het hondenasiel en daar zijn altijd blaffende honden. Die gaan altijd heel hysterisch lopen blaffen, maar Uriah trekt zich daar niks van aan. En ook hier gingen we draven over het asfalt, want het was behoorlijk drassig aan de bedem. En ja, je wilt natuurlijk niet dat Uriah uitglijdt en dan vervolgens in die sloot belandt, want dat is niet zo heel erg leuk. Oh, en hier zijn schapen. En het is me één keer gebeurd dat ik daar gewoon met Uriah zat te draven, zo la 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 la. En ineens schrok hij van een schaap dat, bäh, hoe zeg je dat? Dat ging geluid maken. Dus sindsdien ga ik gewoon elke keer maar stappen daar langs. En hier stonden weer twee containers, maar Uriah trok zich er niks van aan. Het is echt bizar, want hij had echt een containerangst, maar nu gewoon, ja, niet meer. En daar gaan we weer en jullie zien het volgende obstakel al komen. Het is hun aanhanger. En Uriah vindt het natuurlijk pure horror, want normaal gesproken stond die aanhanger nu niet. En nu ineens staat er een aanhanger, dus hij vindt het natuurlijk super spannend. Maar ja, gewoon, het ging goed. Echt een bange schaart het af en toe hoor. Oh, dit is altijd heel leuk om te doen. Ik prop me altijd samen met Uriah tussen dit kleine paaltje. En het past. Echt trots. Oh, en dit is ook nog grappig. Een vrachtwagen die ging echt vet lang wachten totdat wij voorbij waren. En ik heb ook een beetje het idee, want ik heb natuurlijk zo'n camera op mijn hoofd. En ik heb ook af en toe het idee dat dat een beetje afschrikt voor mensen. Dat ze daardoor ook wat vaart gaan minderen. Want ik heb wel eens vaker buitenrit gemaakt en dan zonder dat ding. En dan gaan af en toe mensen best wel scheuren. Maar als ik zo'n camera op mijn cap heb, dan zijn ze allemaal best wel, ja, rustig of zo. Alsof ze dan denken van ja, straks krijg ik een botsing en dan gaan ze dit op internet plaatsen en dan zien ze mijn nummerbord, weet je wel, zoiets. Maar ja, inmiddels zijn we dus alweer terug op stal beland en hebben we een buitenrit gemaakt. Hoppatee! En we staan weer op precies dezelfde plek, maar nu zijn we weer terug. En ja, jullie hebben het allemaal wel gezien op de camera hier die er nu af is. Oh, dat is dan het enige verschil met het beeld van de vlogcamera van net. Het ging verder helemaal goed. Alleen bij het spoor, toen kwam de trein ineens iets sneller dan we dachten. Dus nou ja, dat ging verder goed. Alleen de spoorbomen die gingen zo ding 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 ding. Dus daar schrik je wel van, maar hij verder niet. Hij dacht van oké. Hij vindt het echt super leuk buiten ritten. Zijn ogen staan de hele tijd helemaal naar voren. Maar ja, het is dus verder goed gegaan. Heel erg blij mee, want we kunnen het ook vaker gaan doen. Ik vond het heel erg leuk en Uriah vond het ook echt super leuk. Dus ik ga hem nu eventjes afzadelen natuurlijk. Snoepje geven en nog even gauw wat aan de stallen doen. Ja! Kom Uriah, jij gaat even mee. En dan zetten we de camera hier zo neer. Zo. Oh jee, er staat wel harde wind, dus ik hoop niet dat die omwaait. Ja! 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 Ik ben mijn paardensnoepjes vergeten, dus ik jat eventjes een wortel voor Uriah. Mam, moeten we ook nog een wortel meenemen voor Bunny en Snuff? Nee? Zijn al dik genoeg. Dat is waar. Nou, kijk hoe Uriah zijn wortel ontvangt. Als ik hem nou in tweeën breek, dan denkt hij dat hij meer heeft. Maar ondertussen is het gewoon één wortel, dus die bewaar ik voor zometeen. Kijk eens! Oh, lekker! Ja, kijk. Auw, dat was mijn vinger. Alsjeblieft, je hebt goed je best gedaan. Ja, dat was lekker hè. Ja, nou is het op. Allemaal op. Dat was de wortel alweer. Maar ik heb er nog een paar. Dus kusje. Ja. Kusje. Kusje, kusje, kusje. Ja. Ja, je bent een braaf paard. Het gaat ineens kaart regenen, dus we zijn net op tijd binnen. Hé, mam? Ja, gelukkig wel. En Uriah die staat inmiddels net weer daar. En het begon net heel hard te regenen toen ik hem in de paddock wilde zetten. Maar ik ben nog een drol vergeten. Oh, ben je nog een drol vergeten? Oh, daar. Eén eenzame drol. Help eenzame drollen. Bel 3-1-3-1. Oh, je slaat hem nog over ook. Eenzame drol in nood.
Fluitje. Oh, hij is in stukjes. Hij is kapot. Hij is stuk. Hij is vernietigd. Eenzame drol heeft zijn leven niet overleefd. Ah, heb je gerold? Oh, dat is natuurlijk van de regen. Hey, Booby! Nou, ik ben inmiddels alweer thuis, zoals je kan zien. En volgens mij was ik helemaal vergeten om een outro op te nemen voor deze video. Nou, ik zal dan nog eventjes kort uitleggen hoe de buitenrit ging. Al heb ik dat volgens mij al wel gedaan. Nou, in ieder geval, hij ging goed. En je ging ook gelukkig goed het spoor over de eerste keer. Want als je bij onze buitenrit wil doen in de polder, dan moet je altijd het spoor over. En dat is best wel irritant. Uraya heeft vroeger een schok gehad van het spoor. Ik zal even uitleggen hoe dat toen is gegaan. Want dat spoor vindt hij altijd nou best wel spannend. Dat spoor is een best wel druk spoor, dus komen best wel vaak treinen. En als dan een trein is geweest, dan is er altijd nog een soort van schok in de rails. Of in ieder geval dat de trein nog zeg maar net is geweest in dat spoor, als je begrijpt wat ik bedoel. En toen is een keer iemand met Uraya over het spoor gegaan, terwijl die trein nog net was geweest. Dus ze zijn zeg maar toen te snel over het spoor heen gegaan, waardoor Uraya door zijn hoeven heen een soort schok kreeg van het spoor. Zoiets, ik weet niet of jullie het begrijpen. Maar dat heeft Uraya dus toen gehad. Dus sindsdien vindt hij het altijd best wel spannend om het spoor over te gaan. En af en toe kan het ook best wel lastig zijn dat hij ook gewoon helemaal niet eroverheen wil. Dus dat is altijd wel een beetje een spannend dingetje. Van gaat hij spoor over of gaat hij niet het spoor over? Nou, jullie zagen het de eerste keer. Hij ging er super goed over. Je moet ook altijd wel een beetje een goed tempo erin houden. Zodat hij ook niet echt ja, de soort mogelijkheid heeft om tegen te stribbelen. Dus nou ja, we gingen in een goed tempo eroverheen. Niet draven, want dan kan hij uitglijden. En als we dan het spoor gecontroleerd of de treinen aankomen, dan vies mijn moeder altijd eventjes voorop om te kijken ja, of er dus geen treinen aankomen. En als de kust veilig is, dan kan ik oversteken. En dat deed ik dus ook op de terugweg. En toen zei mijn moeder van, ja, het kan wel of zo. Nou, tenminste, dat verstond ik. Dus ik steek ze ook sporen over. Maar ik zie daar in de verte een sprinter aankomen, een trein. En ik denk zo, oh nee, een trein. En Uraya zat al een beetje tegen te stribbelen van, waar ben jij mee bezig? Je doet een beetje zenuwachtig. En toen begonnen die spoorbomen zo, ding. Dus ik schrok hem van, oh, Uraya, kom op, door. En tussen door. Nou, toen ging die wel, want hij dacht natuurlijk van, wat gebeurt er? En nou ja, toen waren we dus de sporen over, maar blijkbaar zei mijn moeder van, nee, wacht maar even. Maar ik verstond, ja, het kan wel. Ik weet niet hoe ik dat verkeerd heb kunnen verstaan. Uiteindelijk is het gewoon goed gegaan en het kon allemaal ook wel. Want er zat best nog wel wat afstand tussen. Maar je schrikt natuurlijk wel als die spoorbomen zo ineens zo naar beneden gaan. En die trein ging ook nog eens een keertje toeteren. Maar toen waren we al over het spoor heen, maar dat toeterde hij nog. Het kan natuurlijk zijn dat die toeteren voor zo van, hallo, kijk uit. Want misschien weet die machinist niet of er meerdere paarden aankomen. Want hij heeft natuurlijk niet gezien of wij alleen waren of dat er nog paarden achter ons kwamen. Dus waarschijnlijk toeterde hij voor ons om te waarschuwen van, hallo, ik kom eraan. Maar dat hadden we natuurlijk al wel door. Maar goed, dat ging dus goed. Het spoor. Alleen dat laatste was dus een beetje spannend. Maar hij heeft er niks aan overgehouden. Hij vond de buitenrit echt super leuk. Hij wordt super blij van buitenritten. Dus als de bak eventjes slecht is of ja, we hebben gewoon zin in de buitenrit, gaan we nu gewoon voort aan een buitenrit maken. Want zoals ik al vertelde aan het begin van de video, was dit dus de tweede keer dat ik alleen met mijn moeder een buitenrit ging maken. En dat is natuurlijk wel eventjes anders als ik normaal gesproken altijd gewoon met iemand anders heb meegereden op een paard en nu helemaal alleen op een paard. Dus ja, dat had ik zeg maar nog nooit gedaan. Maar dat ging dus verder goed. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit leuk vinden. Ik ga wel elke keer als ik een buitenrit vlog maak, probeer ik een beetje een andere draai aan te geven. Nu had ik ook een beetje een soort andere draai eraan gegeven. Maar dat zullen jullie wel hebben gezien aan de manier hoe ik het heb bewerkt. Dat ga ik dus elke keer proberen. In ieder geval, vonden jullie dit een leuke video? Doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren hier beneden. Ik heb niet twee handen. Normaal gesproken doe ik dit met twee handen. Maar als ik dat nu ga doen, dan gaat het fout, laat ik de camera vallen. Abonneer ook nog even hier beneden op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. En trouwens, mocht je afvragen, waarom klik je als een aardappel? Ik ben verkouden. Ik was eerst een paar dagen ziek. En nu ben ik echt mega erg verkouden en klink ik echt als een bedorven aardappel. Dus ik weet niet of jullie dat aan mijn stem hebben gemerkt. Nou ja, ik was dus verkouden. En ja, dan zie ik jullie dus heel graag weer terug in de volgende video. Doei!